jij niet kunnen opnemen. Heb ik geen zin in. Idioot. Ah, va bene. Sì, sono molto contento. Is goed, hè? Si accomodi, prego. Accidenti, allora. Questa è la lezione per oggi, per la prossima volta. Studiate le lezioni 12 e 13 e fate gli esercizi a pagina 26. Chiaro? Zeg, 12 en 13, dat snap ik. Wat zegt ze nou, Venti? Venti saai. Oh, Venti saai. 26, bladzijde 26. Chiaro per tutti. Arrivederci. Als ik de volgende keer weer een 4 haal voor een proefwerk, dan hou ik hem mee op. Hey, maak het een beetje. En laat me niet in de steek, hè? Ah, joh, dat is toch maar voor de aardigheid. Nou dan, wat maakt het je dan uit wat voor punten je haalt? Ik moet dat verrekte papiertje zien te halen. Jij hoeft niks. Voor jou is het alleen maar een hobby. Waar staat je auto? Ik ben met de bus. Als je hier nog even blijft wachten, haal ik mijn wagen op. Breng je wel even naar huis. Ah, joh, dat hoeft toch niet? Mio Dio. Buonasera. Buonasera, signora. Ga niet even mee een kopje koffie drinken? Waarom niet? Oké. Wil je wel even om de buren denken, ja? Oh, dit is Wim. Die zit naast me in de klas. Hallo. Die is weg. Ik ga even water opzetten, hè? Als je het niet erg vindt, heb ik liever een borrel. Ja, doe ik dan ook maar. Dat is Rob zijn grote hobby. In de zomer de tuin, daar is hij uren zoet mee. Knap. Salute. Salute. Sorry dat Harry zo onbeschoft tegen je was. Die vieze stinkcheck die hij tegenwoordig rookt. Jij noemt het vieze stinkcheck. Maar weet je dan niet wat het is? Nee. Echt niet? Nee. Is het... is het hash? Ja. Ben jij dat, schat? Ja, met mij. Zeg, ik ben nu in de buurt van Milaan en kom nu naar huis. Overmorgen? Nee, ik hoef niet naar Genua. Zeg me tegen Harry dat hij maandag mee naar Rome mag. Ah, natuurlijk gaat hij mee. En regel jij dat maar. Dat heb je toch altijd gedaan? Is er wat? Nee hoor. Harry is er niet. Met vrienden mee, denk ik. Ja, goed. Goed hoor. Jij ook, hè? Dag. Ja, dag. Ik denk dat ik maar eens opstap. Bedankt voor de bol. Oh, wil je niet nog een? Nee, volgende keer, als je het niet erg vindt. Zullen wij maandagavond na de les ergens gezellig een borrel gaan drinken? Wij met z'n tweeën?
zal ik je opkomen halen. Hoef je niet met de bus. Oké. Goed. Dag. Dag. Jij wat? Kom je nou helemaal uit Brent Easy, liefde? Ja, maar het is de eerste keer dat ik met een truck mee kan. Ja, ik neem ook nooit lifters mee. Het is omdat je het zo zielig vroeg in dat café. Je lijkt een beetje op mijn zoon. Die wil later ook graag trucker worden. Zeg, als je moe bent, dan mag je er best even gaan liggen, hoor. Nee, ik ben niet moe, joh. Ik vind het wel leuk. Waar is mijn ontbijt? Je ontbijt? Om 11 uur uit je nest komen, dan verwacht dat meneer zijn ontbijt voor zijn neus staat. Dat is mooi afgelopen. Goed, ik eet wel ergens anders. Hoor eens even, jongetje. Wat je me gisteravond levert, dat flik je me geen tweede keer, hè? Wat? Wat bedoel je? Die onbeschoftheid als ik iemand meebreng. Oh. Pa neemt toch ook geen vriendinnetjes mee naar huis? Je denkt dat... Ja, ma. Je bent jong en je wilt wat. Godverdomme. Goed, dan ga ik maar. Maandag ga je met je vader naar Italië. Maandag? Ben je belazerd? Ik wil helemaal niet naar Italië. Dat weet je nou toch wel? Je gaat naar Italië, anders zul je zien wat er gebeurt. Laat me niet lachen. Ik weet wel wat beters te doen dan in zo'n rottruc naar Italië. Ja? Stikkies roken. Ik zou toch maar gaan als ik jou was. En zorg dat die rotzooi hier nooit meer in huis komt. Want je vader slaat je half dood als hij het merkt. Sono contenta di vederlo. Zeg, laat jij je tegenwoordig een beetje door de stad rijden? Waar kom je vandaan? Italiaanse les. Oh, dat is Wim. Die zit naast me in de klas. Laatst heeft hij me een keer thuisgebracht omdat ik met de bus was. Nu zegt hij dat ik rustig mee kan rijden. Komt hij toch praktisch langs. Oh, zo meneer. Nee, ik dacht even... Wat?
Nee, niks. Je vader slaapt. Hé, pa is niet vaak thuis, maar als hij thuis is, dan slaapt hij. Ja, vooruit, jongen. Naar bed en morgen is op tijd eruit, hè? Ja, laat me los. Ja, schiet naar boven. Hup, mama. Wegwezen. Jezus. Ik kan het niet meer aan, Rob. Die jongen maakt me gek. Ah, je overdrijft. Hij is jong. Ik zal hem volgende week wel eens aanpakken. Als jij denkt dat je dat in één week kan oplossen. Nou, ga dan maar slapen, hè. Dat is lang geleden, zeg. Hé, hey Marcel. Dat u bijrijder? Nee, dat is mijn zoon. Al, dag. Ga zitten. Zeg, wat hoor ik, Marcel? Rij jij niet meer internationaal? Dat is maar wat ik internationaal noemde. Vandaag naar Zwolle, morgen naar Lille. Overmorgen misschien naar Keulen. Ah ja, maar opeens is het afgelopen, hè, met de grote reizen. Dan neemt een andere nieuwe kamion en ze zeggen... rij ga niet meer met de kleine. Ja, joh. Zo gaat dat. Daar doe je niks aan. Nog een bak koffie, Marcel? Ik wil wel, ja. Jij ook? Pils. De eerste keer dat je meegaat. Gaat je hem opvolgen? Ik, chauffeur. Ik weet al wat ik liever doe. Dat is toch een schoolvak? Wat je schoon noemt. Dag en nacht op zo'n stinkende diesel. Vroeger liepen ze met een stokkie naast het paard en nou jakkeren ze over de snelweg. Meer stelt het toch niet voor, man. Die poot even van het dashboard. Ik begrijp dat niet, pa. Die wagen is toch van je baas. Zal het die baas een rotzorg zijn dat ik mijn poot op het dashboard leg? Nee, toch? Nou, haal ze de toon maar even af. Die Belg van daar straks. Zijn hele leven lang heeft hij zich te barsten gereden. En dan maar volhouden dat het zo'n schoon vak is. De koelies van de weg, dat zijn jullie. Die poten van het dashboard. In mijn wagen ben ik de baas. Jouw wagen? Niks van jou bij, hoor. Maar die baas vindt het prima als jij de illusie hebt dat het jouw wagen is. Je mag hem hartstikke volplakken met stickers, met blote meiden. Met toeters en sierstrips. Je mag er gordijntjes in hangen. Een bakkie. Een potkachel zelfs, als jij daar zin in hebt. Als jij die wagen maar vertroetelt, dat stelt jouw baas elk jaar duizenden guldens aan onderhoud. En jij mag denken dat die wagen van jou is. Met deze wagen ben ik midden in de winter door Oost-Turkije gereden, jongen. De Tahir over. Dwars door Iran naar Afghanistan. En iedere reis zag je weer honderden wrakken langs de weg. Zich te barsten gereden tegen de rotsen. In het ravijn gelazerd. Honderden heb ik er gezien. En deze wagen, niet dat gehad. Die staat aan mijn hand. Dit is mijn huis. Hier leef ik. En is het daarom jouw wagen? Ja.
Ik ga even een checkie roken. Zeg, doe me een lol. Ik wou ondertussen wel eens gaan slapen. Ah, ik ben zo terug. Het was Rob zijn idee om Harry op het gymnasium te doen. Rob heeft ook wel een goede kop, hoor, maar geen kans gehad. En nu wil hij dat Harry gaat studeren. Daar begon hij al mee toen het kind nog geen 3 maanden was. Hij denkt dat Harry het nog heel ver zal schoppen. En jij? Ik weet het niet. Harry. 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 Wat doe je nou hier, joh? Voel je je niet goed? Jawel. Ik sta hier maar wat. Maar je moet toch wat slapen? We moeten zo weer weg. Wat is het hier mooi, hè, pa? Mooi? Voor mij is het Jackie. Die ligt nog in de wagen. Hoe kan dat nou? Je ging toen net een Jackie roken? Wat? Pa, je droomt. Nou, kom, we gaan er wat slapen. Ja. 5 uur wil ik weer rijden. Zie je vrouw nog wel eens? Het is mijn vrouw niet meer. Oh, sorry, maar zo bedoel ik het niet. Ik kan me alleen niet voorstellen hoe zoiets is. Scheiden. Nou, laten we het over iets leukers hebben. Hè? Hoe staat het met je Italiaans? Noem je dat leuk? Waarom ben je er eigenlijk aan begonnen? Waarom jij? Voor mijn vak. Mijn baas stuurt me. We hebben een filiaal in Rome. En jij, waarom ben jij eraan begonnen? Omdat Rob op Italië rijdt. Ja. Maandags weg meestal en vrijdags terug. Ja, dat is het eigenlijk. Rob rijdt op Italië en nu de kinderen groter worden, wil ik wel eens een keertje met hem mee. Hè, wil ik ook wel eens winkelen in Milaan of in Genua. Ook omdat je zoveel vrouwen ziet iets gaan doen. Oh joh, ik zou toch zo dolgraag eens met vakantie willen. Weet je dat we nog nooit naar het buitenland op vakantie zijn geweest? Hè? Ja, ik denk toch niet dat Rob voor zijn lol nog eens een keertje naar Spanje of Italië heen en weer gaat. Die krijg je met geen stok de deur uit in zijn vakantie. Als maar in zijn tuintje. Jij krijgt nog een glaasje port van me. Over. Nog eenmaal, alstublieft. Krijg je niet het heen en weer van het geklets van me? Het wordt alleen maar erger, hoor, door die port. Dank wel. Ik denk dat het wel eens goed is tegen iemand aan te kletsen. Nou, tot ziens dan maar.
Ja. Waar zit hij ook alweer? Geen borrel? Nee, maar niet. Jammer. Ik vind je een geweldige vrouw. Dat wou ik je even zeggen. Wim. Hm? Kunnen we niet gewoon vrienden zijn? Zijn we dat dan niet? Jawel. Je weet wel wat ik bedoel. Ik wil het niet. Ik kan het niet maken voor Rob. Begrijp je het een beetje? Morgen, pa. Ah, ik dacht dat je de hele dag bleef slapen. We zijn wel. Net over de Italiaanse grens. Jij slaapt ook niet veel, hè, pa? Alleen als ik tijd heb. Ja, thuis. Leuke vakantie. Ik had mijn zwembroek ook beter thuis kunnen laten. Wacht jij nou maar tot we in Rome zijn, hè? Zet ik hier af. En dan ga ik zelf ondertussen even lossen. En dan heb jij even de tijd om rond te kijken. Hier heb je geld. 20.000. 20.000? Ja, hier is, hè. Nou, koop er maar wat voor, hè, voor moeder. Een iets Italiaanders, een sjaaltje of zo. Een likeurtje? Ja, dat zou ze wel leuk vinden. En waar pik je me dan weer op? Op de Piazza del Popolo. Om een uur of vier ongeveer. Oké. Okay. How much? 1,000 lire. 1,000. Prego. Thank you.
Ja. Mi Hollandaise. Ah, Hollandaise. Hollandaise. Sticky? Fuma, fumare. Vuoi fumare? Fumare, sì. Money. Okay. Zitten ze soms achter je aan? Nee. Hoezo? Nou, omdat je zo'n haast hebt. Vond ze het lekker, die koude handen op de warme reet? Wat? Of ze het lekker vond, die koude handen op haar warme reet. Waar heb je het over? Je wagen natuurlijk. Chauffeurs vertroetelen hun wagen toch altijd alsof het hun wijf is. Of niet soms? Ik zeg nou wel hun wijf, maar ik kan beter zeggen hun wijf. Hun wijf mocht willen dat ze zo vertroeteld werd. Geen wonder dat Ma er een vriendje op nahad. Ma een vriendje. Zo. Vertel eens. Ja. Je denkt toch zeker niet dat ze alleen voor het Italiaans naar die avondschool gaat? Waarom niet? Wat moet Ma nou met Italiaans? Moet zij toch weten? Precies. Quod erat demonstrandum. Hetgeen te bewijzen viel, pa. Een vriendje. Eigenlijk moest ik een trap onder je reet geven. En je bekijkt het maar hoe je weer thuis komt. Oh ja. Nou, doe dat dan, pa. Hé, hey, vangen. Ja, je zegt er zelf altijd dat er geen rotzooi in de cabine rond mag slingeren. Heb je nou gekocht voor me? Oh, ik kon me niet beslissen. Een sjaaltje of liqueur. Het was allemaal veel te duur. Heb je niks gekocht? Nou, geef dan mijn geld maar terug. Domme, jouw geld, jouw geld. Wat zit je nou te zeuren?
dat heb ik niet meer. Wat dacht je dan? Dat ik je dat terug zou geven? Nou, dan heb je het mooi mis. Dat geld van jou, daar heb ik een stikkie van gekocht. Een stikkie, hoor je? Hasj! Of weet je soms niet wat dat is? Ga je me doodslaan? Dat zei je maar. Als je het wist, zou je me half doodslaan. Ik ben niet zo stom als jij denkt. Ik heb wel meer van die lui ontmoet die aan die stikken zitten te lurken. Maar daarmee houdt het voor jou niet op. Daar heb je het karakter niet voor. Voordat je het weet, ga je spuiten. En dan begint de rotzooi. Alles wat we van jou verwacht hebben, er komt helemaal niks van terecht. Helemaal niks. Ellendeling. Godverdamme. Kom maar, rustig, dan gaan we gelukkig dat hij zei. Wat is mijn stoel? Klootzak! Blijf ik aan het Hoe haar schnodder eten? Ruhe, bitte. Wat wollen Sie hier? Ja, dat is mijn wagen. We maken dat in orde. Wat kom hier? Jezus. Nou, kom maar. Moet je nu echt niks eten? Ik zei je toch al dat ik geen honger heb. Met zijn bek kan je natuurlijk niet eten. Zijn je kiezen nog heel? Ja joh, dat valt niet mee, hè? Rijden op een truck. Dat is een vak. Nou, dan heb je een keer goed op je laarzen gehad, dan ga je toch ook niet dood van. Je mag nog blij zijn dat jij niet voor de schade opdraait. Misschien haal ik de bus nog. Mag je wel rennen? Nou, je weet het, hè? 9:30 naar bed. Tutti pronti? Allora, oggi andiamo a parlare del tempo. In Italia si dice sono le 2, sono le 3,
sono le 4, eccetera, ma ci sono tre casi speciali, cioè è l'una, è mezzogiorno e mezzanotte. Ah, signora Dresden, non importa, si accomodi, prego. Scusi. Notate questo nei vostri quaderni. Waar zijn we? Waar zijn we? Bladzijde 34, onderaan. Boos? Nee. Alleen verstandig. Ja. Misschien heb je gelijk. Ze doen wel stoer, maar ze zijn het niet. Vroeg of laat gaan ze er allemaal aan. Is het niet op de weg, dan is het in de smeerkuil of aan de benzinepomp. Voor mij is het in ieder geval niks. Maar je moet toch een vak leren, joh? Ik bedoel, je kan toch niet tot je 80ste blijven rondhangen op andermans kost? Of zie ik dat nou niet goed? Nee, dat zie je inderdaad niet goed. Ik ben verantwoordelijk voor mezelf, voor mijn eigen ontplooiing. Begrijp je? Waar het om gaat is, wie ben ik nu eigenlijk? Ik wil niet in die tredmolen van een baan, een gezin, een carrière, geld verdienen. Waarvoor eigenlijk? Om het weer kwijt te raken aan de belasting. Ik wil met niemand iets te maken hebben, pa. Je bedoelt dat het je geen pest interesseert? Nou, alles waar anderen zich zo druk over maken. Maar wat wil je dan bereiken in het leven? In elk geval niet wat jij vindt dat ik bereiken moet. Sorry hoor. Wat heb jij nu bereikt? Is dit het nou waar je jarenlang voor te barsten hebt gewerkt? Tja, als je over die dingen gaat nadenken. Ik ben moe, pa. Denk jij er maar over na. Ik ga slapen. Mafse. Ja, mafse. Maar Joke, lieverd, ben je niet naar bed gegaan? We hadden toch afgesproken dat je om 9:30 naar bed zou gaan? Meid, je bent wel meer een avondje alleen thuis. Het ging toch altijd prima? Iedereen is altijd weg. Pap en jij en Harry. Is het nou zo erg als ik eens een avondje weg ben? Ik wil niet dat jullie... met jullie gaan scheiden, pap en jij. Scheiden? Maar kom je daar nou toch bij? Kom, breng je even naar boven. Zo. En nou eerst eens even naar huis bellen. Ja, schat, met mij. Gewoon morgenavond, 9:50. Ja hoor, alles gaat best. Ja, in het begin was hij wel knap lastig, maar hij is toch aardig bijgedraaid. Ach, het is geen onaardige krul, maar ze maken het zichzelf zo moeilijk, hè, die jongens. Ja, de halve nacht hebben we liggen kletsen. Ja, ik begrijp het ook niet allemaal, hoor, over identiteit en zo.
En zo stront eigenwijs als die is. Harry! Harry, arrivederci, pa! Wat doe je nou, joh? Harry? Ah, waar mijn zoon is, mijn mio figlio. Andato via con un camion olandese. Ah. Sì, sì, già andato. Ja, ja, ja. No, grazie. Prego, ciao, ne? Ja, ciao. Vlak voor mijn neus zag ik hem wegliften met een ander. Hij is hier geweest, maar weer weggegaan. Naar Amsterdam of zo. Hij wil hier niet meer wonen. Hij wil niet meer. Hij is dus wel thuisgekomen. Hij heeft een hekel aan ons, dat zei hij. Wat heb je verdomme met hem gedaan? Wat ik met hem gedaan heb? Godsamme. Wat ik met hem gedaan heb? Een vervelende, etterige klootzak is het. De hele weg heeft hij me zitten sarren en pesten. Het was toch allemaal goed bedoeld? Ik snap niet dat je me er nooit iets over verteld hebt dat hij die troep rookte. Ik wist het ook nog maar pas. Ik was er eerst niet zo zeker van. Wim zei het me. Wim? Ah, Wim. Met Italiaanse les moet het ook maar eens afgelopen zijn. Het heeft toch geen enkele nut? Nee, nut heeft het niet. Trouwens, ik ga helemaal niet meer naar die les. Ik blijf gelukkig weer altijd thuis, zoals jullie het allemaal willen. En ik zorg voor de kinderen, nou ja, voor Joke. Want Harry zien we misschien nooit meer terug. Zo is het. En zo zal het altijd blijven ook. Stel je niet aan, zo zal het altijd blijven ook. Wat wil je dan? Ik word er zo moe van, hè. Hoe lang zijn we nou zo bezig? Jij hier, ik op de weg. Het leven is voorbij voordat je het weet. Ik heb het gevoel dat je een beetje aan het verliezen bent. Wie stelt er zich hier aan, hm? Kom, was je vuile was goed. Moe gaat wassen en koken. Ga jij een beetje televisie kijken? Het eten is zo klaar. Wanneer moet je weer weg? Wat? Wanneer je weer weg moet. Maandag, dat weet je toch.